Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Mario Strikers Battle League. Het is tijd voor de Champions Cup met allemaal allround teams. Dit moet moeilijk worden, dat kan niet anders. Anders zou ik het een beetje jammer vinden. Maar we gaan de Championship Cup spelen met Luigi, Bowser, Rosalina en The Kong. Dat is ons team. En we gaan natuurlijk in de club. We gaan gewoon in het clubstadium spelen. Tegen de Super Mushrooms? Oh jee. We moeten tegen de Super Super Mushrooms. Oh, we moeten tegen alleen maar Toads. Dat is cool. Deze vind ik leuk. Wel al twee gegeerd. Dat is niet iets wat normaal gebeurt. Oh jee. Oké, boem boem even. Nice. Kut, en hebben hem. Oké, maar we krijgen wel gratis de bal, dat is mooi. Nice, 1-0. Siege. Die pakken we. Ja, nice. Met de vetste supershot die er is. Ik vind deze echt vet. Leuk bedacht. Let's go! Nice, 3-0 tegen de Super Mushrooms. Lekker, 4-0, Bowser to the winning. Oh. Fuck die, ja. Lekker. Oh, God. Ik zei kijk uit, maar dat was niet meer van toepassing. Nice. Ja.
6-1, hotse vlot. Ah, oh, dood is verdrietiging. Nice! Dit was een mooie goal. Dat was een zeer mooie goal zelfs. Dit is wat minder leuk. Oh jee. Nice, 7-2, de eerste battle gewonnen. Lekker. We tegen de Scramblers, tegen Yoshi. Wat een team! Ah, dat is een mooie rol. Oh, daar is de bal. Ik kon de bal niet meer vinden. Oké, okay. We hebben hem. Nice. Oh. Oh, dit is goed. Oké. Oeh, dit is wat spannend. Bowser gooit weer met een vuurbal. Niks aan de hand, we staan gewoon weer voor. We hebben die weer, dat is mooi. Oh.
Komt-ie! Doei! Lekker, 4-1. Niks aan de hand. Oh jee. Yes. Die wil ik zo wel even terug. Kut, oké. Okay. Dit wordt spannend, dat is niet de bedoeling. We willen niet dat het spannend wordt. We hebben gewonnen! Oh nee. Ik was wel bang dat ze nog zouden scoren. Maar we hebben gewonnen. Kijk, dat betekent dat we naar de final touch gaan. Tegen of de Super Mushrooms of de Scramblers. Tegen de Scramblers. Oké, de laatste match. Hopelijk helemaal de laatste match. Tenminste, ik weet niet of er nog meer cups zijn. In de eerste, in de vroegere games zaten er nog meer cups. Oeh, dat is lekker begin van de finale. Wow, alles gaat makkelijk opeens. Boom Boom is daar wel een beetje boos omdat alles makkelijk gaat. Nee, in de oudere games is het zo dat als je dan de normale cups hebt gehaald, dan komen de super cups bij. En dan is alles wel een stuk moeilijker, dat wel. Nice, dat is nummertje 3 alweer. Gaat goed. Dan moet ik zeggen, ik heb dan die Roselina, zeg maar, die super goed schot heeft. Alleen daar heb ik eigenlijk nog nooit op aan gehad, want die harde schoten die zitten eigenlijk nooit. Hey, nu had ik wat aan het harde schot. Wat sterk.
Maar het gaat goed, staan 4-0 voor. Auw. Doe eens even normaal. Oh ja, yeah, te sterk. Vaak sterren, zeker omdat ze er 5 achter staan. Oh, ik had niet eens door dat ze die hadden. Ik had niet eens door dat ze die hadden. Nu komt het hartje van Peach. Nou, kan echt niet. Waarom gaat het online zoveel makkelijker dan? Offline. Wel typisch dat de championship finale de makkelijkste finale was die niet gedaan volgens mij. Nice, we zijn champions. Oh, nu krijgen we dit en dit moeten we blijkbaar bekijken. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. Als er nog meer cups zijn, wat ik nu dus niet kan zien, want ik moet deze onzin kijken. Dan komen er nog meer afleveringen. Als er niet meer cups zijn, dan was dit de laatste aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Adios, amigos.